allemaal, super leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Vandaag ben ik weer bij Patat Friet met Patat Friet. En we zijn vandaag een tientje verkeerspolitie in de mooie Passaat. Ja, hij is echt mooi. Ja, we gaan vandaag op de snelheid, we gaan specifiek op de snelheid van mensen letten. En een verkeerscontrole uitvoeren. Ja. Als het gaat. Deze Passaat is misschien wel mooi, maar als het gaat over de snelheid, deze Passaat trekt kei traag op. Ja, het kan zijn dat wij ook nog gaan switchen met van auto, dat er één iemand een opnameapparatuur auto heeft en één iemand een snelle auto voor de achtervolgingen. Maar dat zien we dan wel. Ik zou even snelheidsmeting apparatuur laten zien. Dit is het. Jongens, we gaan een controle houden. En waar is de veiligste plek? Alleen maar in de... Oh, sorry. Kom maar. Hij gaat weg. Weten we zijn kenteken? Maakt niet uit. Blauwe, welke auto? Ja, ik weet het niet. Een blauwe BMW. We gaan even de notepad erbij pakken. Dat is een handige... Een voertuig. Dat is een handige functie van deze game. Je moet uit de take-up. En dan N-O-D-E-A-D. Oh, wacht. Nee, dit moet... Wil je AUB iets noteren? Ik heb de persoon gevonden. Ja, wacht even. Ik ben even bezig. Moet met een T. En dan doen we even dit. En dan krijgen we... Nou, er is weer iemand. Een Lamborghini. Ja, die rijdt een beetje snel vergeleken. Wow! Maar er is hier, als het goed is, ook een melding. Ja, ga jij via de andere kant. Wapen, AKM. Noodknop indrukken. Mijn game is gecrashed. Nee. Ja, ik heb een klein probleempje dan. Wat? Ja, deze guy die heeft dat ding op mij gericht. Ja, noodknop. Gewoon noodknop. Heb ik gedaan, maar hij knalt op mij. Oké, mensen. Er is een klein hersenprobleempje met mijn collega en ik denk dat ik dood ga. Dus dit skippen we even. Ja mensen, ik ben dood. Kijk, dit gebeurt er. En dan zijn we terug. Levend. Ik ga hem even omkleden. En dan zijn we zo weer bij jullie terug. Nou, ik ga nu lekker rijden. We zijn lekker in het criminele buurtje. Zo. Ik ga eens even rijden. Oh, daar gaat hier een meneertje. Sorry voor mijn die skills, maar ik rijd niet super goed. Ja, volgens mij is het een achtervolging. Oké, ja, ik ging er achteraan maar kwijt, dus we gaan even lekker naar het startersplein. Gaan we daar maar eens even een patrouille lopen. En even wat autootjes controleren. Ja. Hier komen alle auto's die bij de autodealer worden gekocht. Die komen hier uiteindelijk. Nee, ja.
Nee, ja. Ja, dan gaan we gekocht, eens even controleren dat deze auto's niet per ongeluk bij de autodealer zijn gestolen. Wil je AUB naar de N-weg? Een blauwe Lambo staan de N-weg. Ja, natuurlijk wil ik daar. Is er een prioriteit? Hebben we dat? Nee, prioriteit. Wie? Ja, ik denk dat wij niet meer nodig zijn, maar ga gewoon, want er staat eenmaal AT-bestuurder blauwe Lambo. Als trajectmeter. Gewoon doorrijden. Daar ik weet niet van waar, gewoon doorrijden. Hier naar het gras. We kunnen er naartoe. Is wel spannend. Zullen we doen? Nee, we gaan het niet doen. Ja, nee, ik ga ervoor zorgen, mensen. Dat ik ook iets sneller een wapen heb. Maar het is ingewikkeld. Want trainingen lopen zo ingewikkeld. Jongens. Ik wacht op de uitslag van de stafsollicitaties in Leeuwarden. Ik heb een stafsollicitatie, ik zou het eigenlijk niet willen zeggen. Maar ik heb een stafsollicitatie gedaan voor de verkeerspolitie en politie. Hij legt een wapen op ons. Schiet. Dit is nou spannend, mensen. Sollicitatie gedaan voor politie en verkeerspolitie. Als ik slaag voor een van deze twee diensten, ik hoop voor politie, ga ik rijles geven voor Leeuwarden. En ik ga hem een beetje laten gaan kuppen, maar logisch, als hij het echt niet goed gaat doen, kan ik hem niet laten. Waar ben jij? En als ik slaag in het water. Als ik slaag, hoop ik dat jij dan ook sneller een wapen krijgt. Ja, maar bij waar mijn in het water trainingen. Kant ben je opgegaan? Ik ben nu bij Kamalbase. Ik ga nu naar boven. We gaan nu naar buiten het water. Ja, Kamalbase, sorry, deze auto Kamalbase. Kan niet rijden. Deze auto kan niet... Ja, ik ben onderweg. Kamalbase. Oeh. Zo'n schiet. Hij springt in het water in. Ik kan niet schieten. Naar boven. Assistentie vragen. Denk ik persoon neer, persoon. Nee, persoon niet neer. Assistentie vraagt. Ja, oké, kom eens ook in het water. Ga ik doen. Ben je dood? Oh. Melding afronden. Jongens, jullie zien tijdens een gevecht. Auw, kan ik ook doorgaan. Daarom wil ik zo hard slagen bij de politie, tenminste, of verkeerspolitie. YouTube, ook. Bij deze video niet voor de bloed die je ziet, want het is maar een spelletje, ja? Oké. Dat moest even gezegd zijn, want YouTube heeft soms van die dingen dat in je video wil verwijderen, omdat je het niet ziet. Ja. Maar ik hoop dat ik slaag, tenminste voor één van de twee diensten. Ik hoop politie, want dan heb ik nieuwe auto's en leukere. En dan ga ik trainingen geven, zodat Wouter agent wordt en een wapen kan krijgen. En dan gaan de dingen ook cooler zijn. De diensten, want hij gaat dan ook een wapen hebben. Ik ga dan een HR zijn. En als er iets gebeurt, kan ik altijd
reageren met dingen. Ja. En ook. Oké, ja. En gaan we ook leukere auto's hebben. Wij gaan nog even kijken dat er iets politie te doen is. En anders, ja. Oké, mensen. Ondertussen is er niks meer te doen. En ga ik nog even snel even een veiligheidsvestie pakken. Want mijn uniform ziet er nog niet helemaal uit. Zo, hebben we dat gedaan. Het achterbak. Nou, er is niks meer verder is te doen. Dus wij gaan deze video afsluiten. Vond je deze video leuk? Doe een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Want deze video's kosten echt veel tijd en moeite. Toch, patatvliet? Oh, mijn collega die praat even niet. Maar ja. Nou, ik hoop dat patatvliet nu wel reageert. Patatvliet? Ik vraag net als altijd, wat vond je van deze video? We hebben een kleine storing moment hoor. Nou, de storing is weer afgelopen. Patatvliet, wat vond jij van deze video? Een heel leuke dienst, jongens. Eén ding wil ik nog zeggen. Als de stafsalies er slagen zijn en ik slaag voor de politie, ga ik trainingen geven, krijgt hij ook een wapen. Gaan wij leukere dingen hebben. En content maken. Auto's. En volgens mij ga ik ook iets hebben van de ML mobiele eenheid. Ja. Een schild. Ja, en ja. Dat is het eigenlijk. Misschien een OVD. Ja. B-dienst. Ja. Dat is alles wat ik kan zeggen. En misschien wel eens een keertje een stafdienst. Maar ja, dat zien we dan wel. Maar tot nu toe gaan wij de boel afsluiten. Dus mag ik niet een leeuw halen? Ja, oké. Tot de volgende keer. En ik zeg later. Ik zeg dan nu later.